Water kookt door de straten van de Thaise stad Hat Yai. De zuidelijke stad gaat gebukt onder overstromingen na zware regenval. Op sommige plaatsen in de stad staat het water 4 meter hoog. Volgens de burgemeester staat 80% van Hat Yai onder water. Duizenden mensen kunnen hun huizen niet uit en uit veiligheid zijn stroomkabels afgesloten. Omdat er nog meer regen op komst is, hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor een stortvloed. De overstromingen hebben al aan meer dan 100 mensen het leven gekost in het midden en oosten van het land.